En het jaar 2019 is een goed jaar geweest voor de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden in Overheidsdienst, BBGO. Dit zegt Renate Bouden, voorzitter van de BBGO. Zij geeft aan dat de Bond een aantal projecten succesvol heeft uitgevoerd. Een van deze projecten is een seminar met als thema de plaats van de senioren in onze samenleving. Bouden geeft wel aan dat de BBGO niet tevreden is over de manier waarop de overheid is omgegaan met haar leden. Wanneer het gaat om de overheid, wanneer we dus die handreiking nodig hebben van de overheid, dan kunnen we dus niet praten over een succesvol jaar, wanneer het dus daarover gaat. Maar ik zeg nogmaals, wat betreft dus de organisatie zelf, we zijn heel trots op onze leden, we zijn heel trots op onze vrijwilligers, we zijn heel trots op onze medewerkers, want zonder hun zouden we deze organisatie niet tot bloei kunnen brengen. We zijn dus heel blij dat we dus ook van de gemeenschap, ook van niet-leden, ontzettend veel ondersteuning kregen om dus BBGO naar hogere hoogte te kunnen brengen. Want dat is het doel. Niet alleen dus dat we dus een organisatie zijn die zich bezighoudt met gepensioneerde ambtenaren, maar wij gaan ook richting algemeen seniorenburgers. En tot nu toe lopen zaken goed. En want elk jaar gaan er mensen met pensioen. Hoe groot is het ledenaantal 2020 nu? Ja. Nou, ik moet zeggen, in 2 jaren tijd is het ledenaantal gestegen met 100%. Het was 1950 leden en we hebben dus nu 4.500. Er zijn 26.000 gepensioneerde ambtenaren en de 4.500 leden die wij hebben is slechts een druppel op een gloeiende plaat, zegt Bouden. Dus wij zullen dit jaar en ook het komend jaar ons inzetten om dus nog meer leden te werven. We zullen dus de districten ingaan. Ja, toch? We zijn al in Ikeri bezig, daar hebben we ook wat leden. We hebben aan de Palisade, we hebben Nieuwe Grond, we hebben ook op Nieuw Amsterdam. Maar wij zullen dus verder gaan om dus ook in de districten leden te werven. Maar dat is natuurlijk wat meer inspanning van ons. En dat zullen we dus dit jaar wel zeker aanpassen, omdat wij de mening zijn toegedaan dat hoe meer leden je hebt, hoe sterker je bent als organisatie. Maar het is ook heel belangrijk voor senioren om zich te bundelen. Niet alleen maar om dus hun rechten af te kunnen dwingen van de overheid, want dat is natuurlijk prioriteit nummer 1. Maar ook om dus gezellig met elkaar een aantal activiteiten te kunnen ontplooien, waardoor je dus niet eenzaam hoeft te worden. Want je hebt elkaar, ex-collega's, kom bij elkaar. Hier zijn we elke dag met elkaar bezig. En dat is dan een van de zaken die BBGO propageert. En ik moet zeggen, dat loopt dus ook wel heel erg goed. Renate Bouden, voorzitter van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden in Overheidsdienst. Zij vindt dat de BBGO een redelijk goed jaar achter de rug heeft.